Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben op 4 september hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverband op het gebied van Big Data. Onderdeel van de voornemens is de oprichting van een nieuwe universitaire opleiding tot Data Scientist op master- en postmaster niveau. Aan het woord een van de initiatiefnemers. Ruim anderhalf jaar geleden zagen de beide kennisinstellingen van Brabant het enorme potentieel om data science weg te zetten als motor voor Brabant en om de innovatie op het gebied van technologie en de sociale innovatie aan elkaar te koppelen. Daarvoor hebben wij een nieuw soort mens nodig. Een nieuw soort kenniswerker, een nieuw soort denker. Wij noemen dat de data scientist. En dit initiatief beoogt om voor de toekomst vele duizenden van deze mensen op te leiden. En die zullen dan voor zorgen dat in Brabant de innovatie tot grote hoogte zal worden opgestuurd. Met dit seminar Fueling the Data-Driven Economy wordt uiting gegeven aan data science als het vakgebied van de toekomst. Data sciences zal in de 21ste eeuw dezelfde betekenis voor de samenleving hebben als olie in de 20ste eeuw heeft gehad. De vraag naar data sciences zal zo groot zijn dat wij als universiteiten de noodzaak hebben om nu een hele gerichte, goede opleiding daarvoor neer te zetten. Waarom dan de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit van Eindhoven? Omdat de complementariteit van de kennisvelden van beide universiteiten uniek is en precies nodig is om data sciences voor het gehele stuk wat benodigd is af te dekken. De combinatie van technische wetenschappen en mens- en maatschappijwetenschappen zorgt voor een schaalverbreding en expertises en is daarmee uniek in Europa. Tilburg University doseert onder meer recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU Eindhoven biedt de IT-kant van data science aan en de ervaring in ondernemerschap. Dit initiatief is ontzettend belangrijk, omdat wij voor onze studenten graag het nieuwste van het nieuwste aanbieden. En de studenten van nu zijn geïnteresseerd in het vak van de toekomst. En dat is data science, alles met data. En omdat wij met de partijen hier in Brabant samenwerken, twee universiteiten, een grote stad, de andere steden, maar ook de provincie, hebben we echt alle krachten gebundeld die we maar kunnen om niet alleen in Nederland, maar ook in Europa het verschil te maken op iets wat echt helemaal fantastisch is. Dat in deze tijd er wordt gekeken naar dataontwikkelingen, data science, door onze universiteiten samen en nota bene ook samen in onze hoofdstad Den Bosch een nieuw college oprichten, is iets wat me echt verheugt. Want ik denk dat we daarmee de jonge mensen voor de economie van de toekomst gaan opleiden. En het is goed dat er onderzoek wordt gedaan, dat er kritisch gekeken wordt naar geweldige nieuwe mogelijkheden. Dat geheel in de geest die Brabant eigen is. Niet bang zijn voor de toekomst, maar de nieuwe uitdagingen open en kritisch aangaan. Inzet is om het 's-Hertogenbosch een derde Brabantse locatie voor data science te creëren, waar de focus zal liggen op de combinatie data en ondernemerschap. Ja, we hebben inmiddels de intentieverklaring getekend, de champagne laten klinken. Want het is een feestelijke dag, vooral voor Den Bosch, 's-Hertogenbosch. We gaan na 100 jaar onze tweede kans grijpen voor universitair onderwijs. Dat had ruim 90 jaar geleden eerder gekund. Dan had de Universiteit van Nijmegen in 's-Hertogenbosch gestaan. Maar nu zijn we ontzettend blij. Deze kans hebben wij niet willen laten lopen voor de studenten, voor de werkgelegenheid. En vooral om te zorgen dat de stad jonger en internationaler kan worden. Dit initiatief is echt belangrijk voor 's-Hertogenbosch. Wij investeren graag in onderwijs, maar dit initiatief gaat verder. We krijgen een ecosysteem van bedrijven die ervoor zorgt dat bedrijven naar 's-Hertogenbosch toekomen, maar ook in 's-Hertogenbosch blijven. Met het opzetten van nieuwe vormen van samenwerking willen de vier partners in de Brabantse regio een cruciale voorsprong pakken. De Big Data Value Association stelt dat Big Data een miljardenmarkt aan nieuwe Europese verkoopkansen biedt. Met de realisatie van de Grant Initiative en de Graduate School zorgen ervoor dat we onze ambitie om tot de top 5 te behoren van kennis- en innovatieregio's in Europa gaan realiseren. Maar dat niet alleen. We maken ons bedrijfsleven sterker en we krijgen prachtige oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Daarom ben ik zo enthousiast over dit initiatief. Als ik kijk naar het geweldig aantal aanmeldingen van het bedrijfsleven, gaat het een daverend succes worden. Beoogde nieuwe locatie voor een deel van deze opleiding, die in 2016 van start moet gaan, is het klooster Marienburg in 's-Hertogenbosch.